Welkom bij Leemarkade, bij aflevering 2 van Mario. We nemen gewoon nog eentje op, want ik vind dit leuk. Ronald. Ik ook. Maar je zit er van... Ik kijk ondertussen even iets cools. Oké. Er is niks cools, oké. En nog even kijken wat Björn nog zei. Nee, dat was gewoon het gesprek van HGP. Oh, er stond Björn. Ja, maar dat... Op een of andere manier is Björn is de praatje van dat gesprek. Hij is de groep. Wow. Road to the... Kijk, het zijn... ik laat je even mooi wat... Welkom in Zelda. Wat? Wat? Nee. Ook met dat molentje. Kijk, ik kan dit. Dat is fucking cool. Kijk, let op. Wee. En dan kan ik zo... Wow. Cool, hè? Hoe doe je dat, man? Waha! Ze gebruiken nog steeds dezelfde sound effect zoals de eerste Super Mario 64. Ja, ik weet niet waarom die gast die dat inspreekt, hele leuke man zo trouwens, dat hij dat nog steeds inspreekt. Want ik heb zoiets van, hij doet nog steeds hetzelfde. Hij doet gewoon, yippie, njahoe! Hij doet nooit wat meer. Nou, hij heeft het echt naar zijn... Wacht even, wat is de missie? We moeten gewoon naar... Oké, ik ben aan het rondkloten, dat is niet de bedoeling. Kijk, dit is wat mensen heel kan hebben. Mario levels zijn altijd linear as fuck. En nu heeft het opeens een pijl nodig om aan te wijzen waar je heen gaat. Best wel dom. Ik weet niet. Ik ben er ook niet zo fan van. Ik ben ook niet fan. Maar heb je naar het spel gewoon geen zin in vakantie en zomer en zonnig weer? Want we spelen het in de winter, maar het gaat over zomer en leukheid en zo. Misschien is dit ook gewoon in de winter, maar dan in Hawaii of zo. In Hawaii regent het best veel. Hawaii is overrated. Het lijkt wel super cool om daar te zijn, hè? Oh god. Het lijkt wel super cool om daarheen te gaan. Kom, gaan we heen morgen. Wat doe je? Ik moet even deze plas weghalen, dan kan ik... Alweer. Ik vind dat die dingetjes die er... Wauw. Ik vind die dingetjes die eruit komen zo irritant, want dan moet je daar ook weer op richten. Echt vreselijk. Ha! Maar kom, we gaan morgen gewoon naar Hawaii. Jij betaalt, hè? Ja, is goed. Met wat? Met Monopoly geld. Kattenpoly. Oh man, ik deed een keertje de Kattenpoly en Ronald was erbij en ik had een kat gekocht voor 500 euro. Terwijl die maar 4 euro waard was. Elke keer als er iemand opkwam, kreeg je 4 euro. Ik was heel blij met die kat. Het was puur om jouw zus te stangen. Ja, klopt. Ik had echt iets van... Zie, dat was het! Was dit de map? Yes! Shine! Ik heb even wat viesjes op mijn neus, maar niet. Wat stom dit. Hoezo stom? Dit is best wel een leuk spel. Je moet toegeven, maar spellen zijn leuk. Moet ik het toegeven? Ja. Iedereen wacht op je. Ja, zij is genieten van de vakantie uit net. Zij is net, hey zij Mario, dat is aan het weekend. Ik ga ik zo. Oh. Via welk geld? Ik maak je nat. Zeg nou. Wat moeten we nu heen? Nou, nee. Nog even. Dik. We moeten gewoon hier weer in. Oké. Kijk, je weet hoe Mario 64 werkt met de dingen. Dit werkt precies zo. Kijk, nu hebben we gewoon de tweede ster. In dezelfde map. Yes, nu moeten we iets anders doen. Nu hebben we als het goed is een boss. Ja, zie, daar staat hij. Hij heeft de shine. Daar staat ze van... Zie, hij doet de Hawaii dan. Zo was het ook weer. Hallo, Hawaii. Maar Ronald. Nee. Zullen we even een burger halen? Nee, I'll be back. Ah, die was fucking lekker, man. Gadverdamme, man. Ik heb niet eens opgegeten. Nee. Weet je nog wat we aan het lunchen waren met Kevin? En dat je ziek was? Ja, ik was toen ziek en ik had toen een broodje gezond gehaald. Maar ik kreeg het niet op. En die man was helemaal in de stress van... Lust je het niet? Ja, is niet goed gegaan. Vond hij niet lekker? Hij vroeg ook echt aan Kevin van... Vond hij wel lekker? Hij kende Ronald gewoon. Hij was fan. En toen was hij van... Oh my god, Ronald vindt mijn broodje niet lekker. Ik had een mega tostido. Die was zo lekker. En hij was groot. That's what she said. Wat doe jij? Ik probeer wat. De vorige keer... Dit. Kijk dan. En nu? We moeten weer naar dit ding. Alleen dan moeten we nu een boss verslaan. Wow. Ik weet, het is een compleet nieuwe wereld voor je. Hallo wereld. Word je gewoon niet vrolijk wereld. Van het spel, van hoe het spel eruit ziet en wauw. Het ziet er wel leuk uit. En de muziek is zo vrolijk van piep, bliep, piep, piep, piep. Niks overtreft de Super Mario 64 muziek.
Zou het niet cool zijn als ze daar een HD van zouden maken? Waar is ze mee bezig? Oh. Waar is ze mee bezig? Nee, er was iemand mee bezig. Ja, maar Nintendo heeft het gestrikt. Ja, omdat ze zeggen, misschien willen we het ooit ook wel doen. Maar wat ik wel cool vind is dat, ik weet niet of mensen Super Mario Galaxy 2 hebben gespeeld. Er zit een Galaxy in, dat is Throwback Galaxy. En dat is volgens mij het tweede level van Super Mario 64. Gewoon mooi en glorious. Oké, ik ben benieuwd. Ik weet niet. Het is echt super cool. Super Mario 64 is wel awesome. Deze games komen nog uit de tijd wanneer Nintendo games nog goed waren. Ze zijn nu nog steeds goed. Nee, man. Gast, ik vind het nog steeds goed. Noem een goede Nintendo game, buiten Zelda om. Super Mario 3D Land. Buiten Mario om. Ja, maar Mario en Zelda zijn blijven nee, altijd nee, goed. Nee, vertel. Waar kan ik hiervan? Je moet je op X. Nee, grapje, ik weet niet. Even, ik dacht dat ik hier van mijn ding kon opladen, maar het zal aan mij liggen. Maar dit zijn... Oh nee! Ah! Oh, what the hell! Jeez, paniek! Wat de fuck niet. Doe je? Ik vind Zelda spellen nog steeds goed. Ja, maar ik zeg geen Zelda games, hè? Ja, maar Nintendo staat bekend om Zelda en Mario. Animal Crossing? Oh, Animal Crossing is zo leuk. Oh, jawel. Animal Crossing is zo leuk. Ronald komt nog zo vaak bij mij thuis. Zit hij dingen te zoeken of zo? Visjes te vangen en zo. Wat de fuck moet je hier doen? Oh, ik weet het al. Overheen vliegen. Ja. Kijk. Kijk. Waarom sta jij hier? Ik negeer je maar gewoon. Wat moet je daarmee doen dan? Ga je vliegen? Dat kun je. Ik had van die graffiti die je kan weghalen, had ik ook een penis gemaakt. Kansloos. Ik ben 20 jaar. Ik kan het geloven. Bijna 21. Helemaal niet aan herinneren. Ben ik oud. Ik ben al bijna grijs. Ja, hij heeft ook al zo'n gerimpelde kop. Ja, echt waar. Ik krijg wel kraaienpootjes. Hey, moet je nu knokken of zo? Ja, hij staat hier gewoon onschuldig, weet je wel. En dan ga ik zo van... Fuck you! En dan ga ik hem... Man, hij is te dik. Hij staat er al de hele tijd en nu krakt hij het pas door. Maar dit, daarom zeggen ze, niet op het dak staan. Kan dit soort dingen kan er gebeuren. En nu gaat hij dood. Nee. Nu moet je hem proberen te doden. Ja. Ronald, zijn er eigenlijk spellen die jij nooit hebt uitgespeeld uiteindelijk? Tja. Kijk, ik moet hem gaan feeden. Ik speel nooit. Ik heb heel veel games al niet eens uitgespeeld. Alleen de games die ik leuk vind, speel ik uit. Zie mij even vet listen aan. Oh boy. Kijk, dan is hij vol. En dan ga ik ze van. Oeh. Ah, zo. Oké, lul. Lol. Niet lul, maar lol. Ja, zo gaat dat, hè. Je moet ze even goed vieren en dan moet je even boom op de buik. Hij staat hier gewoon te chillen, hè? Want Mario is eigenlijk gewoon een dikke dik. Mario is echt een asshole. Er is in dit spel ook een boss en dan moet je gewoon echt, dan moet je de tentakels uit elkaar trekken. Serieus? Ja! Voor zo'n squid, dan moet je gewoon de tentakels eruit trekken. Dat is wel nasty. En zo is Mario, hè? Mario is een dik. Ook gewoon in Mario Galaxy is er zo'n ei en die moet je dan kapot maken. En dat het ei er gewoon is. Dan... No! Hier, check that bitch. En nu waarschijnlijk is hij nu dood. Dat is altijd de derde keer. Ja, maar dat is Nintendo. Nintendo heeft de regel van 3. Zie? Dat is altijd de regel van 3. Met Zelda is dat ook zo. Kijk, en dan wordt hij chocola. En nu moet je het schoonmaken. Wat was die simulator ook alweer? Dat je van FPS's moest opruimen en zo. Geen idee. Maar ik vond het best wel cool. Ik had het ook met de tekstjes, had ik het bruin en wit gemaakt. Nice. Dat leek het net of ik onder het sperma zat. Ik ben zo volwassen. Oh my god, man. Ik ben zo volwassen. Nou, mensen. We did it. We did it. Yes, we did it. And we did it. Yay. Nou, wil jij nog even rondlopen en zo? Rondlopen? Nou, wil jij misschien een level proberen? Geef eens. Ik ga gewoon even rondkijken. Even free Romeo. Even kijken, maar er is hier ook niks te doen. Jawel. Er zijn hier allemaal hidden coins. Zo en dat hoor je dat geklinsteren? Dat is een ster die verborgen is, maar daar kan je nog niet heen. Want je hebt de juiste man gewoon niet. Hier inzeggen, ja, daar. Ja, daar. We kunnen sowieso wel cheaten. Ja, dat kan inderdaad. Hoe ver kunnen we zwemmen? Ik heb geen idee. Hoe ga ik weer omhoog? Met de hover, moet je springen en dan schouder. Hoe spring je?
met A, zo er altijd. Oeh, kijk, we kunnen zelf onder water. Ja. Oké, okay, maar dit wordt helemaal niks. Er is hier ergens een hidden ik weet hier echt wel een hidden shine. Oh ja, dat is de winkel. Die dingen kun je shines kopen. Kom hier, voel dit. Er gebeurt gewoon niks. Ik weet niet eens hoe je moet springen, man. Met A. Doe ik. Kijk. Oké, nee, daar kan je niet heen. Je verneukt, hè. Ik wil even free roamen. Gaat hij meteen... Nou, weet je wat? Ik geef 0 op, hier. Okay. Was leuk, man. Ja, was inderdaad gezellig. We gaan, volgende keer in Game Grumps. Game Grumps hebben we het inderdaad ook gedaan. Dat is best wel leuk. Ja. Gingen ze Ringo Starr bashen. Ringo Starr was de drummer van de Beatles. En hij maakt art op Ringo Starr art. Kom, ja. En man. Het is van Paint. Mooi. Het is echt met MS Paint gemaakt. En hij verkoopt het voor duizenden euro's. Het is echt belachelijk. Maar wel super grappig. Ja. Dit is volgens mij het volgende level. Maar ik deed deze even dan zeggen tot de volgende keer. Nu nog niet. Even vullen, hè. Even voor een mid-rolletje, voor YouTube money. Ik verdien 1 cent. Ja? Ja. Ja, dat verbaast je nog, hè. De bedragen zijn dat. Staat je versteld, joh. Ik cash dik in. Ik kan nu heel veel, ik kan bijna een hamburger kopen. Dat moet ik ook. Gaat goed, man. Ja. Kijk die skills even. Ik ben een Mario-expert. Jij bent een Mario. Hij is dood. Hij is dood. Nee, ik moet even goed in zijn mond spuiten. Oh, ik was genoeg van. Kom op, doe je mond open. Ik spuit je bek vol. Ja, dat is het. Oké, stop. Doei. Doei, Ronald. Kom op, yes. Wat nou 3 keer? Je hebt hem al 4 keer al dood gemaakt. Your attacks are having no effect. Maybe you need to alter your timing. I know. Ik ben niet zo goed. Ik probeer zijn mond te spuiten. Nu is hij dood? Ja, nu is hij dood. Dan zit ik helemaal onder. Nice, nou daar kun je naar een volgende level. Of is het de winkel? Nee, er zit hier ook een level. Ja. Volgens mij aan de ene kant. Ja, kijk, hier is een level en er is ook een winkel naar. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video van Lemarcade van Mario. Laat weten in de reacties of je het game Lame positief vindt en of je er meer van wil zien. En als je er meer van wil zien, dan doen we er wel wat meer van. Maar dan moet ik Ronald nog over zien te halen. Doei! Doei!